Thomas en Goe is begonnen met het maken van spijkers in het centrum van Maastricht. Ze hebben stalen neuzen gemaakt voor werkschoenen, ze hebben fietspompen gemaakt. En op een gegeven moment kwam er een vraag om een uitschuifbare geleider te maken. Het was wel een product wat in grote getalen werd gemaakt en weinig onderscheidend vermogen had eigenlijk. Het ging een stuk moeilijker eind jaren 90, toen de hele kantoormeubelmarkt in elkaar donderde. Dus naast het zoeken van nieuwe klanten in de industrie, merkte ik eigenlijk dat men nauwelijks wist wat het product waard was, wat wij maakten. En uiteindelijk bleek dat we met een aanzienlijke prijsverhoging nog steeds onze klanten hielden. We hebben uiteindelijk daarmee natuurlijk wel heel snel het bedrijf in de zwarte cijfers gekregen en konden toen vervolgens weer daarmee investeren. En uiteindelijk hebben we hier inmiddels 12 jaar een compleet nieuwe fabriek neergezet. Onze intentie was om het bedrijf echt weer toekomst te geven. Niet alleen maar investeren, maar we hebben ook heel veel in innovatie gedaan. We zijn met hele nieuwe producten begonnen. Ja, uiteindelijk zijn we ook in de pinautomatenbusiness terechtgekomen, waar we wereldwijd nog steeds marktleider zijn. Aan de andere kant heb je ook sociale innovatie. Je moet ook zorgen dat je mensen innoveert. Nou, mijn motto is, ik zeg het wel vaker als ik hier op de zeepkist sta in de fabriek, of iedereen nog fluitend naar zijn werk gaat en ook nog fluitend naar huis. Het is ook een manier om te horen van de mensen wat ze ervan vinden. Mensen moeten ook meedenken in de toekomst en ook denken van ja, is de baan die ik nu heb nog wel de baan die ik over 5 jaar wil? De mensen betrekken bij het bedrijf, ook aan de financiële kant, dus dat ze ook meedelen in de winst van het bedrijf. En dat doen ze nog steeds. Dus als het bedrijf goed gaat, dan profiteert het personeel er ook aan mee. Ik denk dat moderne ondernemerschap, die moeten die elementen hebben. Want als je dat niet hebt tegenwoordig, dan kun je zeker in dit deel van de wereld met het type bedrijf dat wij hebben niet overleven. Dus het is ook heel belangrijk om die mensen aan te trekken, maar ook om ze te houden. Wij zijn ons bewust dat we hier een belangrijke industrie zijn in Maastricht. En we hebben ook regelmatig goede contacten met gemeenten, maar ook met onderlinge bedrijven. Om ervoor te zorgen dat we hier bijvoorbeeld werkgelegenheid houden. En als wij mensen over hebben of andere bedrijven hebben mensen over, dat we met elkaar in gesprek gaan om te kijken, kunnen wij die niet overnemen. Dus dat is wel onze maatschappelijke betrokkenheid. Succes is een relatief begrip. Uiteindelijk wil je met elkaar resultaten halen. En ik vind het ook heel belangrijk dat als het goed gaat met het bedrijf, om het gezamenlijk te vieren. De groeten van Thomas en Goe.